Stephanie, heb je eigenlijk een punt gewonnen of twee punten verloren? Nou, gaande de wedstrijd hebben we denk ik wel twee verloren. Maar van tevoren hadden we denk ik wel voor één punt getekend. Het liefst ga je altijd met drie punten naar huis. Maar één punt was ook mooi geweest. Ja, want voor de wedstrijd dacht je te gaan starten. Klopt. Uiteindelijk word je na de warming-up dat je dan toch op de bank zit. Ja. Wat doet dat dan met je? Nou, in eerste instantie is dat natuurlijk wel balen. Maar uiteindelijk staat het team voorop. En is het gewoon als je invalt, dan moet je gewoon alles laten zien. Dus. Ja, maar uiteindelijk mag je van de trainer invallen in de 73ste minuut voor Frederik. Ja. En dan scoor je in de 80ste minuut. Ja. Hoe voelt dat dan? Ja, dat was wel een ontlading. Zoals ik al zei, als je dan toch eerst mag starten en dan uiteindelijk hoort dat het niet zo is, dan bouw je natuurlijk wel. Dus ik denk dat dit dan uiteindelijk het beste is wat je eruit kan halen. Ja, en voel je ook dat je hier als ploeg echt het goede van jezelf hebt laten zien? Ja, zeker. Ik bedoel, we hebben met Vlaag echt wel goed gevoetbald. Ook onder de druk van Heerenveen uit. Dus ik denk dat het echt wel goed ging. En ook wel kansen gekeerd. Alleen, dan maken we ze niet af. En dan valt hij heel lullig in de laatste minuut, volgens mij, in ons goal. Ja, en dan nu vrijdag. Ja. Over 3 dagen al. Een kraker tegen VV Alkmaar eigenlijk. Ja. Ja, we moeten daar wel echt punten gaan pakken. We hadden de laatste wedstrijd, vrijdag volgens mij. Hadden we het ook gewoon kunnen doen. Maar dat, toen beloonden we onszelf ook niet. Dus hopelijk deze vrijdag wel. Oké, dankjewel.